Ja, vrienden, jullie zien het, hè? Kijk, hè? Hier, kijk, kijk. Ja, blauwe lucht. Blauwe lucht. Terug weer in Spanje. Hele week in Nederland geweest. Ja. En, hele tijd niet geweest. En ik kom allemaal mensen tegen op straat. En die beginnen allemaal tegen mij te praten. Harry, hey, ik zie die filmpjes van jou op je kanaal. En geweldig en dit en dat. En geef die Nederlandse personenmieter, hè. Dat zeggen ze dan tegen mij. Pak ze aan. En zeg ze precies waar het op staat. Die kwamen daar speciaal naar me toe. Om dat nog even bij mij van, doe dat nou. Spreek die Nederlanders toe. En ja, ik moet zeggen, dat kost me ook geen enkele moeite. Want als je zo door Nederland reist, nou dan verbaas je je wel hoor. Komend vanuit Spanje, dan denk je bij jezelf, hoe kan dat nou? Hoe is dat nou toch mogelijk? Die regering die ging versoepelen, het kabinet. Ja, dat was natuurlijk een fout eerste klas. Want toen zeiden ze, ja, alles mag weer behalve die anderhalve meter. En Nederlanders, die houden zich daar dan gewoon niet aan. Nee, want als je een Nederlander één vingertje geeft, dan pakt hij niet je hand, dan pakt je hele arm. Hop, weg. Dat doen Nederlanders. Dus dat moet je dan ook niet doen als kabinet. Hebben ze het toch gedaan. En de Nederlander die gaat ermee aan de wandel en die gaat ermee aan de loop. En die denkt, alles is voorbij, we zijn weer helemaal vrij en daar gaan we dan. En dat heb ik dus ook gezien in Nederland. Dan loop ik in een ziekenhuis en daar heeft er gewoon bijna niemand een mondkapje om. Denk nou ja zeg, hoe haal je dat nou in je hoofd? Ik bedoel, binnen sowieso een mondkapje hier in Spanje nog steeds. En dan helemaal in een ziekenhuis. Bijna niemand een mondkapje, ah, niks aan de hand. En gewoon bij elkaar allemaal in de lift staan en niks anderhalve meter. En iedereen doet maar een beetje wat. En als je mensen spreekt, dan zeggen ze ook, ja, maar in de supermarkten houdt helemaal niemand zich eraan. Ze kruipen voor, ze gaan tegen je aanstaan. Dat is gewoon een groot verschil. Want bijvoorbeeld hier in Spanje, dan doen ze dat mondkapje. Die dragen ze al om hun arm heen. Die hebben ze gewoon altijd bij zich. Dus als ze in een situatie komen waarin iets meer mensen zijn, dan hup, dan pakken ze hem van de arm en mondkapje voor. Klaar. Die weten gewoon niet beter meer hier in Spanje. Maar zit je bijvoorbeeld in een vliegtuig met Nederlanders, wat doen die dan? Ja, die laten dat mondkapje dan gewoon zakken. Nee, er wordt de hele tijd omgeroepen, doe dat ding nou voor. Nee, ik laat hem lekker zakken. En dat zijn dan meestal jongeren. En de ouders die kijken ernaar en die zeggen er niks van. Maar wat denk je bijvoorbeeld bij aankomst met vliegtuig in Nederland? Totaal geen controle. Helemaal niks. Nee, je loopt zo vliegtuig uit. Je pakt je koffertje en hup en je loopt zo Nederland in. Nou zeg, moet je hier kijken in Spanje. Als je hier aankomt, dan zit er gewoon een leger van een man of 20 achter tafels. En die zegt, oh, en je moet al je papieren laten zien. En dan komt er een vrouw met zo'n ding op je voorhoofd. Of je temperatuur wel goed is. En hey, zie maar dat je binnenkomt. Totaal anders. En hier gaat het met die maatregelen een keer ietsje scherper, dan weer ietsje versoepelen. Maar in Nederland was het in één keer, hop, en versoepelen maar, en dan gaan we. En nou is het weer, woep, vol weer aan die handrem trekken. Ja, dat is ook een beleid van helemaal niks. Het is dus een combinatie van het kabinet, blundert, maar ook de Nederlander die zich niet aan de maatregelen houdt. Maar wat mij is opgevallen, en dat geeft mij nog wel een goed gevoel. De meeste Nederlanders, die storen zich eraan. Die hebben er gewoon de buik van vol dat er zoveel mensen zijn, toch nog. Het is wel een minderheid, maar dat er nog steeds zoveel mensen zijn die zich nergens iets van aantrekken. En de meeste Nederlanders, die zijn daar gewoon boos over. En die hebben me dat ook vaak genoeg verteld. En dat is dus hoopgevend. Want zolang dat zo is, dan moet het uiteindelijk goed komen. En alsjeblieft, minderheid. Ik moet het tegen jullie hebben. Gedraag je.